Dit was een onplezierige ervaring. Met baie drama en lijden en suffering. Dit is een beetje geluk dat hij er overleefd heeft. Helemaal vanuit Zuid-Afrika komt Menno om te kijken naar de kunstwerken die zijn vader in de Tweede Wereldoorlog maakte in verschillende gevangeniskampen. Alles heeft Henk Brouwer getekend. Ja. Dus we hebben geen tekeningen van andere mensen gebruikt. Ja. Hij heeft alles getekend. Zelf getekend. Echt heel bijzonder. Ja. Zijn vader heeft niet zoveel verteld over de oorlog. En dat is iets wat wij bij vrijwel iedereen tegenkomen. We hebben nou heel veel nazaten gesproken. De vaders die uit de oorlog kwamen, die spraken er niet over. Dat wist je niet, hè? Nee. Dat heb je nooit geweten. Ja. Ze is de vrouw. Ja. Ja. Ja, zij is dus overleden in 1936. Ja. Het is een beetje eigenwijs iemand. Hij is heel creatief, hij is heel muzikaal. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt in Indië. En daar was eigenlijk heel erg weinig informatie over te vinden. Dit beeld uit zijn toestand, van hoe mager hij is. En hij wordt een soldaat, een agressieve soldaat, komt om hem te slaan, blijkbaar met die lat. Maar hij droomt over zijn hond. En die hond heeft voor mij plezier gegeven. Ik heb meer geleerd van hem als een persoon. En hoe populair hij was en hoe lief allemaal was voor hem. En ik denk dat was voor mij persoonlijk baie belangrijk.